Nou ja, hier zou die ongeveer moeten komen, dus die flyover. Klopt, hier achter ons zie je de weg en in de verte zie je de bos staan. En over het bos gaat de flyover komen. Wat is het probleem dat jullie hebben met die flyover? De hoogte is een stuk hoger dan dat het nu is. En gevoelsmatig zeggen wij van dat gaat dus meer overlast geven op de leefomgeving. Vooral dat we daar eigenlijk geen antwoord op krijgen. En dat alle andere varianten zijn afgeschoten. Zonder dat het dus duidelijk is wat nou voor die leefomgeving de beste is. Licht, geluid, CO2, fijnstof. Dat is totaal onduidelijk. Ons dorp ligt hier 500 meter vandaan. U hoort nu al aan het geluid dat behoorlijk is. En als er 35.000 autobewegingen bijkomen, zal het alleen maar toenemen. Een hogere weg betekent ook gewoon verdere verspreiding van geluid en van fijnstof.